Ja. Het is behoorlijk nat vandaag. Dus we gaan maar even kijken hoe we dit allemaal voor elkaar gaan krijgen. Stellingen zijn ook niet helemaal duidelijk. Blijft het regenen. En je ziet ook de wolken wegtrekken. Dus verschillende opties. En we zien wel hoe dat allemaal gaat. Uitpakken. Deze is echt een hak. Ik heb er niet uit dat ik het wel zo ophouden. Ik heb het even gedaan. Dat ik het niet waar weer. Hier langs het kanaaltje gefietst in de regen. Ja, de regen valt nu weer even mee terug op wat. Dus wel uit te houden. Leuk is anders natuurlijk, maar ja. Geen keuze. Ja, je kan ergens gaan schuilen. Over 2-3 dagen is het weer en 2 dagen regen. Dan blijf je bezig. Dan kom je van de regen in de drup. Het is flink verkeerd gereden. Er lopen hier twee wegen vlak naast elkaar, tenminste onder en boven. Ik zat hier op de boven. Maar goed. Dus het was even droog. En nu waait er een van de rare mist. Een kille koude mist is zometeen hier maar weer aan. Het is stil meer. Nou, zo rond de 600 meter boven de zeespiegel te zijn. We moeten naar 1000 of zo. We moeten nog wel even. Nog steeds aan het stijgen. Aan het stijgen. Kreeg het weer een beetje, druppelt. Te weinig om een regenjas aan te doen. Dat bos daar, dat zou het hoogste punt van de route van de dag moeten zijn. Bijna 1000 meter. Of het ook het hoogtepunt is, dat waag ik te betwijfelen. De dag van vandaag. Sint-Just. Saint-Just. Juist.